uitverdedigen via de kom. Hoe doe je dat? We beginnen gewoon even met de spelers op het veld te zetten. We hebben natuurlijk een keeper. We hebben iemand die uit gaat nemen. En belangrijk is, we hebben iemand die rugdekking geeft. Die gaat iets naar achter staan. Dan hebben we de verdedigers, die gaan vooral in de hoeken bij de 23 meter lijn staan. Dan hebben we twee spitsen die liefst beschikbaar zijn aan de zijkanten. En we hebben de middenvelder die zich aanbiedt. Belangrijk is voor die middenvelder dat hij zich beweegt naar links of naar rechts. En probeert zich aan te bieden. Dat is heel fijn als iedereen dat zou doen. Dat betekent dat deze actief moet blijven om aanspeelbaar te zijn. Want op het moment dat er verdedigers bij komen, dan zal er getracht worden het spelletje ingewikkelder te maken. En dat betekent dat iedereen in de richting komt te staan. Toch zullen er altijd minimaal 2 tot 3 spelers achterblijven. En dat betekent dat als we 1 keeper hebben, dat er over het algemeen te verwachten 3 spelers zich aanmelden. Waarschijnlijk de derde een beetje terug. En dat betekent dat er altijd kansen zijn om, als je in het collectief goed speelt, voor de nummer 4 aanspeelmogelijkheden ontstaan. Dat kan soms door middel van die nummer 10 die opzij gaat. Dan ontstaat hier een prachtige lijn die benut kan worden. Het is wel een gevaarlijke, want nogmaals, er zijn hier 2 die er snel bij kunnen zijn om de zaak te doorbreken. Simpeler en eenvoudiger is natuurlijk om altijd gebruik te maken om richting de zijkanten te gaan spelen. Die zijkanten hebben als voordeel dat de bal snel kan worden doorgespeeld richting de kant van het doel van de tegenstander. Dus de zijkanten zijn uiterst nuttig om te gebruiken en uiterst veilig. Niet voor niets benadruk ik bij iedereen dat deze kant, deze zone, dus de kant waarop je speelt, sorry, noem ik de veilige kant. Daarin doe je als speler veilige dingen. Dat betekent, je kiest voor de eenvoudige weg, je zorgt dat je goed aanspeelbaar bent, je zorgt voor snelheid en je zorgt voor een efficiënte passing. Dus geen trucs, geen rare dingen, gewoon via de zijkant te proberen spelers te vinden en zo snel mogelijk te komen op het gebied wat we het actiegebied noemen. Daar ga je de trucjes laten zien, daar ga je je handigheden tonen. Maar op de veilige zone gaan we proberen de bal zo snel mogelijk en zo goed mogelijk naar de andere kant te krijgen. Meestal wordt er gekozen voor een schot of een slag of je probeert hard te slaan of wordt gepusht. Maar het nog wel eens vergeten wordt om op een gegeven moment gewoon langs de zijkant te drijven als nummer 7 en dan pas die paas te geven. En dan zie je al dat die nummer 3 in dit geval keuzes moet gaan maken. Belangrijk is dat je dan als nummer 5 rugdekking geeft. Dat betekent dat je wat meer deze kant op gaat. Hetzelfde geldt voor de nummer 6. Die gaat al wat meer in het midden staan. Want als je dat allemaal effectief doet, dan betekent dat dat je hier weer een goede zone hebt om te verdedigen. Zeker als de nummer 10 nog even terugzakt. Heb je balverlies, dan heb je in ieder geval een aantal posten
en schakels die de zaak nog goed kunnen redden. Andere kant van het belangrijk van dit uitverdedigen vanuit de kom is natuurlijk dat je de bal krijgt naar de overkant. Door drie hoekjes te maken, en je ziet ze hier eigenlijk al ontstaan, kan je makkelijk met elkaar combineren. En als je makkelijk met elkaar kan combineren, dan heb je het voordeel dat je de bal het werk kan laten doen. En dat is het meest belangrijke, dat als je goed kan combineren en een goede techniek hebt, aanspeelbaar bent, dan kan je de bal het werk laten doen. Als dat gebeurt, dan kan je eigenlijk met het uitverdedigen heel snel zorgen dat die bal naar de andere kant komt. En dus dat je kan gaan overschakelen van verdedigen naar aanvallen. Als dan iedereen zijn werk tenminste goed doet. De nummer 8 beweegt, zo hadden we afgesproken. De nummer 10 biedt zich aan. De nummer 5 doet de terugdekking, nummer 6 komt wat naar binnen. En dan op dat moment, als dat allemaal wat handig gedaan wordt, dan ontstaan er voor degene die de bal moet uitnemen de opties om gewoon terug te spelen. En dan kunnen we via deze kant de weg zoeken, maar we kunnen het ook rechtstreeks doen. We kunnen eventueel via de nummer door het midden en we kunnen de meest simpele weg bewandelen door de nummer 10 vrij te spelen, door zelf wat naar rechts te gaan. En de verdediger komt op ons af, maar we flatsen hem eromheen of slaan hem eromheen. En we maken die combinatie. En we kunnen dan hier ook door. Wat vaak gebeurt is bij die nummer 4 dat spelers hier gaan staan. Nou, dat kan handig zijn als die 10 volop de ruimte heeft en makkelijk kan pasen. Maar als die wat onder druk wordt gezet, is het handiger om voor je tegenstander aanspeelbaar te zijn. Dat maakt het gewoon wat handiger. Als je het nog handiger doet, dan probeer je deze lijn, zeg maar, te doorbreken. En probeer je je aan te bieden aan de zijkant. Of hier, zodat hij zo kan pasen. Of dan kan hij je zien. Eventueel kan je een seintje met je stick geven waar je de bal wil hebben. Op het moment dat het team wat meer ruimte heeft. Dus, resumerend, vanuit de kom is het belangrijk dat iedereen beweegt, iedereen zijn taak kent, aanspeelbaar is, in de techniek de simpele weg kiest, efficiënt, makkelijk doorspeelt. Omschakelt naar de aanval. Op het moment dat dat gebeurt is het belangrijk dat je dan ook snel collectief met elkaar aansluit om de aanval een nieuw impuls te geven. Waarbij je het de tegenstander moeilijk gaat maken. Als je de kom een succes wil laten zijn, dan dien je dat met z'n allen te doen. Het is dus een collectief. Iedereen moet zijn taak kennen. En iedereen moet vertrouwen dat